Maar dit is de omstandigheden waaronder we mooi gaan voetballen zijn wel een beetje veranderd in 2000. Ja, het is extreem. Dat gebeurt niet vaak in Nederland. Dus ja, qua voorbereiding valt dat natuurlijk wel een en ander in het water. Gisteren niet kunnen trainen, vandaag. Nou, we gaan misschien even het buitenveld op, maar kunnen natuurlijk ook niet veel doen. Maar ja, morgen snel vrijmaken en dan hebben wij ons plicht gedaan en we willen gaan voetballen. En dan zien we wel wat de KVB beslist. Ja, is dat vervelend om juist in de voorbereiding van zo'n wedstrijd met dit geconfronteerd te worden? Ja, is wel jammer. Je wil je zo goed mogelijk voorbereiden in alle opzichten en daar ook een goede training bij natuurlijk. Ja, dat lukt dan niet. Ja, misschien heeft het tussen wel hetzelfde, dus dat zou kunnen, dat weet ik niet. Aan de kant, je moet omgaan met omstandigheden. Dat is al heel vaak zo met corona, dus daar past dit ook wel een beetje in. Ja, wel vervelend in de zin van je kijkt uit naar zo'n wedstrijd, toch een mooi affiche en dan... Ja, dan komt dit even tussendoor. Ja, dan is het een beetje onzeker. Zal het wel doorgaan of niet? Dus dat zeg ik. Dat is wel vervelend, want het haalt een beetje van het affiche weg. Want ja, het is normaal denk je al, ben je al helemaal bezig van morgen lekker spelen. En nu is dat een beetje in twijfel, dus dat is wel jammer. Ja, je houdt volgens mij wel van het bekertoernooi. Ja, dat is leuk. Omdat het is gewoon, ik vind het een bijzondere wedstrijden. Vorige keer met die penalties, ja, dat zijn dingen die je niet vaak meemaakt als speler niet, als trainer niet. Je ziet ook vaak verrassingen in bekertoernooien. Vorige week of twee geleden zagen we bij Bayer Leverkusen in één keer door Essen uitgeschakeld worden. Vier niveau geloof ik. Dus ja, dat zijn van die mooie verhalen. Ja, en dan zou je zeggen Vitesse is de favoriet morgen. Maar wat kunnen wij daar tegenover zetten? Nou, je hebt altijd een kans. Dat is sowieso. Zeker als je thuis wilt, heb je net even wat meer kans dan uit. Zo werkt dat. Wij zitten in een redelijke fase, hun zitten in een iets mindere fase, dus dan is je kans weer ietsje groter. Maar het blijft natuurlijk een goede ploeg met veel dynamiek, veel individuele kwaliteiten. Maar ja, ook bij hun loopt het even wat stroeven en dat is altijd even, dat ziet elk team gebeuren in een seizoen. Maar we maken zeker morgen een kans thuis. Ja, en spelen de omstandigheden daar nog een rol in? Nou ja, natuurlijk. Ik denk dat het voor ons in het voordeel is, omdat het kunstgras is. Wij zijn daarop gewend om te spelen, hun totaal niet. Dus dat vind ik wel een voordeel. Het nodigt misschien wat minder uit voor hun. Ze moeten hierheen komen, wij spelen thuis. Dus dat zijn allemaal kleine voordeeltjes, absoluut.